En gaat dan heel verrassend ook mee naar de finale in deze Elite Woman 2 category. Watchgate, Watchlight, dit is de andere groep. Dit is de andere groep van Elite Woman 2. Gaan we kijken hier naar de goede start van Miss Ruby Petje Huisman. Die dan in haar flanken meeneemt. Manon Visser, die zit wel gunstig. Maar of dat nou altijd gunstig is aan de binnenkant, als je een metertje achter ligt. In ieder geval Petje Ruby Huisman geeft de tempo aan. En gaat langzaam gaat ze uitlopen daar op de nummer 2, Manon Veenstra. Voor de kwalificatie dus geldt dus de beste 4 plaatsen. Even kijken, op 3 zien we dan Berdicum. Berdicum moet Jake React zijn. Die zit ook goed. Dan is de oudste van de 2 zusjes, blijkbaar ook aan de goede kant van de streep. Miss Sharon, oftewel Free Agent van de Colloco, plaats nummer 4. Ah, en Miss Marissa van Eck, die zo voorbeeldig deed in de vorige ronde. Die we hadden moeten gaan afhaken, wij zien het gaatje groter worden. Ja.